Ik werk bij Dr. Leo Kannerhuis en ik werk op de kinderafdeling met kinderen met autisme van ongeveer 6 tot 10 jaar. En wij houden het eigenlijk vrij simpel. En dat doen we expres, omdat er eigenlijk op school en thuis al best veel aandacht aan wordt besteed. De kinderen komen hier 2 dagen. En op een van die 2 dagen vieren wij meestal op een ochtend Sinterklaas. Maar in principe zijn de Sinterklaasboeken al veel eerder uit. En daar nemen wij de kinderen ook in mee. Ze krijgen groepscadeaus. En wij gaan een paar maanden van tevoren al met die kinderen kijken van... Goh, er komen een paar groepscadeaus, wat zou je nou graag willen? Maar het is iets wel wat ook andere kinderen mee kunnen spelen. Dus het komt hier uiteindelijk op de groep, maar wat vind jij nou leuk? Nou, en dan, meestal zijn de kinderen het vrij snel over eens over een paar dingen die ze graag zouden willen hebben. En dat zijn vaak dingen, aanvullingen als Lego of een bepaald spel. Maar meestal gewoon het constructiemateriaal wordt vaak gekozen. Of actiereactiemateriaal. Dingen die ze eigenlijk al kennen, maar daar graag weer een aanvulling van. Zeg maar. Dat is nog een extra huisje of een extra raam of een extra poppetje. In de week zelf van Sinterklaas kiezen wij één moment waar wij met de kinderen Sinterklaas vieren. Nou, zoals ik al zei, doen we dat in de ochtend. Ook dit jaar zullen we dat op maandagochtend al doen. En dan is het eigenlijk vrij simpel. Er komt geen Sinterklaas. Er wordt niet op de deur gebonst, er komt geen zak. Er zullen een aantal groepscadeaus worden gekocht. Afhankelijk van het kind weten ze wel of niet al wat er in de cadeaus zit. Of wat er in het pakje zit. We zullen waarschijnlijk gewoon aan tafel zitten. En ze krijgen een bepaald cadeau wat ze mogen uitpakken. En dan krijgen ze ook te zien welk moment ze daar mee mogen spelen. En dat is het eigenlijk. Eigenlijk heel erg saai. Maar voor ons wel heel goed. En voor de kinderen ook.